heb dat nooit ervaren als niet genoeg. Ik heb altijd het gevoel gehad, wat ik met Henk heb, heb ik met hem. En wat hij met de ander heeft, heeft hij met die ander. Maar dat neemt niet iets af van mij. Ik had niet het idee dat er wat van me gepikt werd. Ik denk ook, stel dat je 5 kinderen hebt, hou je toch ook van al die 5 kinderen? Lijkt me. Ik heb ze niet, maar ik denk dat je toch van alle 5 houdt. En ik zie hier ook allemaal Henk, hè? Mijn cornuelen, ja. Maar dat was ook van onderweg en dan in paniek even naar hem kijken. Echt. Ja, want? Nou, dat ik dan even naar zijn gezicht kon kijken. Daar is het mee begonnen. Dat ik hem bij me had. En nu zijn het mijn kroonjuwelen. Ook een soort koningin bent u. Nou. Dat is een... zo klinkt het, kroonjuwelen. Maar dat bedoel ik niet. Er is maar één van. Bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel gezellig je weer te zien. Tot over 10 jaar. Ja, precies. Of eerder, je weet het niet. Ja. Het valt niet te ontkennen. Ze is nogal in het nieuws. Eergisteren maakte ze haar aftreden bekend. En morgen, dan is ze jarig. Ze wordt 75 jaar. Beatrix. Nog 3 maanden is zij onze koningin. Ons hele leven al is ze bij ons. Komt ze langs. We vieren met haar. We rouwen met haar. We bewonderen haar. We leven met haar mee. Soms is ze dichtbij en soms veraf. Moederlijk, maar ook majesteitelijk. We denken haar te kennen in al haar hoedanigheden. Iedere Nederlander heeft een beeld van Beatrix. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Een paar maanden geleden, toen we aan dit project begonnen, wisten we natuurlijk nog niets van haar aftreden. We dachten, 75 jaar, dat is niet zomaar een leeftijd. Zelf doet Beatrix er niets aan en dat is gezien de omstandigheden te begrijpen. Maar wat als wij er nou iets aan doen? Samen met Paleis het Loo organiseren we een tentoonstelling waarop kunstenaars hun beeld van Beatrix kunnen tonen. Via de NOS-site konden de kunstwerken geüpload worden. En daar zou een deskundige jury dan een selectie uitmaken. Alles bij elkaar 75 kunstwerken. We dachten dat er wel een stuk of 300 kunstwerken binnen zouden komen. In onze stoutste dromen hoopten we op 400. Nou, dat liep net even anders. U was niet te houden. Beatrix inspireert u. Ruim 2100 kunstwerken kwamen binnen. Arme jury. De jury is er uiteindelijk toch in geslaagd. En zometeen wordt hier op Paleis het Loo de tentoonstelling geopend. Het resultaat is verbluffend. De 75 mooiste kunstwerken van Beatrix. Met daaronder ook kunstwerk dat het gouden haakje krijgt. Dat is het kunstwerk waarvan de jury zegt, dat is echt de allermooiste inzending. Maar eerst even terug in de tijd, naar vorige week zaterdag. Die dag komen de kunstenaars naar het Loo voor de allerlaatste selectieronde. En komen ze met hun werk oog in oog te staan met de jury. Goedemorgen. Dat belooft wat. Zo'n hele bus. Ja, anders krijg je niet mee. Zo. Heeft u niets bij zich? Ja, maar we hebben het net even gebracht. Dat staat al binnen. Dat is al binnen? Ja. Is dat heel groot? Nee, niet heel groot, maar het is een beeld en zwaar. Een stenen beeld.
Een stenen beeld? Ja, ja. Hoe groot ongeveer? Dan kunnen we het zo meteen identificeren. Zo. Ja, mijn vrouw is degene die het gemaakt heeft. Dus, ja. Oh, u mag het alleen maar dragen? Nee, mag het dragen. En voorzichtig, ja. Hè? Wat verwacht u ervan? Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik mag komen te hangen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Wat denken jullie, jongens? Ik vind het mooi. Vind je het mooi genoeg? Ja. Ja, hè? Je moeder vindt het alvast heel mooi. Vind ik. Ja, ik heb een grote fan. Ik kan een tipje van de sluier misschien wel opleggen. Maar het is Ruud Gullit. Ja, ik moest wat verpakken. Dat is de, ja. Heb je hem? Ja, nou ja, hij is wel. Ja? Hij is wel, ja, ja. Geef hem ook zo een hem. Moet ik hem, ja, ik wil hem ook wel dragen, maar maakt mij niet uit. Goedemorgen. Hey, je zei dat je een beetje nerveus was, hè? Waarom is dat? Ja, gezonde spanning. Hoort er een beetje bij. Moet hier naar binnen? Ja, jullie mogen hier naar binnen. Oké. Okay. Ja, de voorkant is inderdaad mooier. Hey, veel succes. Ja, dankjewel. Binnen wacht de jury. Misschien wel net zo gespannen als de kunstenaars zelf. De afgelopen maanden hebben ze zich al gebogen over honderden, nee, duizenden kunstwerken. En kunst beoordelen is geen half werk. Ik vind nu al een mooie collectie, dus als we nu met elkaar even rondlopen. Dan gaan we naar die tafel. Nee, dan doen we dat niet. Nou, dat niet. Die ook niet. Nou, en ik vind, qua foto vind ik dit dus eigenlijk helemaal niet zo'n mooie foto. Dat licht valt helemaal niet mooi. Ik ga vooral letten op wat er met mij gebeurt op het moment dat ik naar de beelden kijk. De kwaliteit is voor mij nog niet zozeer belangrijk, maar de ideeën erachter. Nou, en dat kan heel leuk zijn, dat kan mooi zijn, dat kan je raken. Of het kan negatief zijn, of het kan lelijk zijn. Nou, daar ga ik op letten. Ja, en precies, deze had ik stiekem een beetje omhoog gedaan. Ja. Zonder maar dat Jan het wist. Zonder te overleggen, ja, hè? Ik zou toch niet boven de bank hangen? En wat ik vandaag heb meegemaakt, we hebben er uiteindelijk nu al 30 uitgekozen. De creativiteit is fabelachtig. We hebben al zoveel fantastische. Ja. Ik had deze nog wel. Oh ja, waar ze met Maxima door elkaar is gesneden. Ja. Dit is heel mooi. Ja, hè? Iemand heeft Beatrix haar portret gebreid. En er is ook iemand die heeft van koffiecupjes een portret gemaakt. Er is ook zoveel liefde ingelegd en dat straalt het ook uit. Dus dat maakt het voor mij ook al tot een ontzettend leuk project. Ja. Maar hoe deze? Was je... Nou, ja, dat was, toen was hij 5 jaar, hè, die jongen. Ze lijkt wel. Deze zou ik toch ook wel in het echt willen zien? Ja, ook, ja. Dit is zo leuk. Prachtig ding, zeg. Hoe durf je het op te sturen? Ja. Die is mooi, hè? Die. Kijk, kunst gaat altijd om de nieuwe beweging. En hier liggen een aantal stukken tussen die echt de nieuwe beweging van kunst zijn. En dan wel met het portret van de koningin. Nou, daar komen ze. Nou, daar komen ze. Welkom. 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 Ja. Goedemorgen. Zoek een leuke eten uit. Zoek een goede plek uit. Ik heb een filmpje gemaakt hoe ik het schilderij heb gemaakt. Het duurt ongeveer 30 seconden. Dan kunt u zien de techniek, want het is lastig uit te leggen. Ik heb eerst het onderste schilderij van de koningin gemaakt in het blauw. Ja? Die ziet u hier. Daaroverheen heb ik hier met schilderstape reepjes gescheurd, geplakt op de delen die ik wil behouden. Daaroverheen heb ik het wit gemaakt, het tweede portret gemaakt. Oh, in dit geval. Hoe heb je het gedaan? Ja. Ah, ik begrijp het. Ja, ja, ja. Heel grappig. Als je hier heel dicht op zit, ja, dan heb je geen idee dat dit de koning, dat dit het portret van de koningin is. Dit is ontzettend moeilijk, lijkt me, om te maken. Ja, ik moet even zitten, staan, zitten, staan. Ja. Ik had hem onderaan mijn trap gelegd, dus dan kon ik al er de trap op. Maar was je bedoeling, door die postzegels van de hele wereld uit te zoeken, dat de koningin juist als Nederlandse koningin interesse heeft in de hele wereld? Dat is de mooie versie. Maar ik had gewoon nee, maar ik had gewoon je zat gewoon onderaan de trap en je dacht, ik ga het maken. Ja,
Okay. Gewoon alle kleuren. En is het één geheel en heb je de passepartout er zo laten uitsnijden? Of nee, zijn het wel twee aparte dingen? Ja, het zijn twee aparte werken. Zo is het ook echt ontstaan in mijn hoofd. Van ik wil echt die twee kanten laten zien van Beatrix. Van in haar rol als koningin, maar ook die vrijheid. En ze is zelf natuurlijk ook heel creatief. Mm-hmm. Dus dat wilde ik echt toch gescheiden, maar samen. Ja. Snap je? Dus, ja. Dus, ja, want het is wel één cirkel, hè? Ja, het is één cirkel. Dat vind ik ook, ja. En het is, maar het, voor mij is het belangrijk geweest dat er twee werken waren. Echt een tweeluik idee. Ja, ja, ja. Ja. Kun je vertellen hoe je dit gedaan hebt? Ik heb kleine houtjes, natuurhoutjes, heb ik stuk voor stuk geschilderd. En eigenlijk met kit heb ik ze erop gemonteerd. En daarna heb je portretten gemaakt? Ik, ja, heb ik het als laatste. Ben je kunstenares? Ja, inderdaad. Je moet wat doen erbij om rond te komen deze tijd. Maar ja, dat is wel het liefste wat ik doe. En wat doe je verder? Kinderdagverblijf heb ik erbij. Dus vandaar ook die een beetje met blokjes spelen. Ja, dat is wel, ja, echt. Mooi materiaal gebruikt. Ja, goed gedaan. Nou, dit zijn koffiecupjes. En het beeld is geïnspireerd op de postzegel uit 1989. Het is gemaakt van koffiecupjes. En het zijn aluminium cupjes met hele mooie kleuren. En die kleuren die vormen nu het portret van Beatrix. Normaal gesproken woon je in Londen. Ja. Klopt. Wat brengt je dan hier? Nou, ik zag de wedstrijd op internet voorbij komen. En nou, ik wilde heel graag meedoen en daardoor ben ik met al mijn Nespresso-cupjes naar Nederland gekomen. En, gewoon in de koffer? In de koffer. Ik heb zo'n grote krat en daar zitten er iets van 10.000 in. Dus die heb ik allemaal met veel hulp schoon en leeg gemaakt en die allemaal leeg meegenomen in Nederland. Veel vrienden en familie hebben koffiecupjes ingezameld en schoongemaakt en... Dus zodoende ben ik aan een stuk of 10.000 gekomen. En hoeveel zitten er nu in deze Beatrix? In deze Beatrix zitten er 793. Het is een publiek figuur en dat ja, ze hoort eigenlijk ook in een publieke ruimte. Bij de koffieautomaat? Bij de koffieautomaat. Je hebt ze allemaal opgedronken, hè? Anders werd die te duur. Je bent kunstenaar van je... Ik ben architect. Je bent architect. Ja. God, ik ook. Ja. Heel mooi. Heel mooi. Ja. We hebben juryberaad gehouden en we zijn eruit, hè Jan? Ja, het wordt heel eenvoudig. Wie denkt dat hij er misschien uit ligt? Nou, niemand steekt zijn vinger op. Nee. Nou, we hebben een verrassing. Ja. Grote verrassing, jullie zijn allemaal door. Ja! Rogier, en? Ja, we zijn door. We zijn door. Ja, je zegt we, ik maar... Ben, ik en Beatrix zijn door. Ja. De hele dag is het een komen en gaan van kunstenaars met hun werk. De jury beoordeelt vandaag op twee manieren. In een grote ruimte met meerdere kunstenaars bij elkaar... en in een kleinere kamer. Daar is wat meer tijd voor het verhaal bij het kunstwerk. Maar eerst maar eens even binnenkomen. En bijkomen in het restaurant. Waarom wilde je zo'n schilderij maken eigenlijk? Nou, op school moest zo'n belangrijk persoon schilderen. En nu heb ik Beatrix gekozen omdat ik Beatrix heel belangrijk vind. Die is ook zo. In gespannen afwachting. Jullie zitten zelf tegen de achterkant aan te kijken. Ja, ja. Je kent hem al. Ik ken hem al een tijdje. Ja. Heeft u hem gemaakt? Ik heb hem gemaakt. Ja. Ik ga nog even aan de voorkant kijken. Het is wel een... Ja, het is een beetje plak- en knipwerk, zeg maar. Hallo. Je zou niet zeggen dat er een kunstwerk in zit, laat ik het zo zeggen.
Maar ze is nog wat kwetsbaar, want ze is gegoten. Ik had er van klei gemaakt en toen is ze gebroken. Ja? De beentjes braken af. En toen nog een keer. En toen met de docent hebben we toen, gisteren hebben we de hele dag een mal gemaakt. En gegoten. En toen heb ik hem vanochtend opgehaald. En ik hoop dat ze het overleeft. Hoop ik ook. Nou, ik vind dat jij toch wel heel goed nog bezig bent. Ik, voor mijn leeftijd, hè. Maar je houdt van zwier en zwaar. Ja, ik hou van een beetje beweging erin. Ben je nog enthousiast over het onderwerp? Direct enthousiast. En dat heeft ook te maken met dat Beatrix zelf natuurlijk lekker met de handen in de klei gaat. Dat je dat weet. Dat het de koningin is die daar ook zelf van houdt. En dat ze beelden heeft gemaakt die een aantal kennen we. En die vinden we ook wel gaaf. Dus dat is gewoon zo neerzet. Het is geen getut wat ze heeft gedaan. Het is echt hoor, een gebaar. Ja, ik denk dat we eruit zijn. Wat opvallend is, is dat deze twee veel aandacht krijgen. Dus die gaan we sowieso natuurlijk naartoe brengen. Ja. Okay. Hallo, goedemiddag. Zo, goedemiddag. Ja. Kunt u hier iets over vertellen waarom u de koningin zo met ferme pas hebt afgebeeld? Nou, ik ken de koningin niet persoonlijk. Ik ken haar alleen van hoe ik haar zie op televisie. Ja. En dan zie ik haar altijd in beweging. Dus ze gaat altijd ergens naartoe. Leuk. Ja. Heel leuk. Okay. En hier? Een hele blije koningin. Ja, het is een heel ander beeld. Een heel ander beeld. Ja. Waarom heb je het op deze manier gemaakt? We kennen natuurlijk allemaal het beeld van Jantje Beton. Ja. Ja. Daar lijkt het op. Ja, natuurlijk. Dat is het hele enige kleurige element hierin. Hè? Ja, ja. Je moet het niet te veel kleuren, want dan wordt het een beetje te veel kitsch. Het is natuurlijk al een heel grappig beeldje op zich. En dat moet je dan wel eenvoudig houden. Het is een beeldje met een knipoog. Ja, precies. Ja. Dat zegt u heel goed. Nou, ja, dank u. Ja. Weet u wat zo goed was? Wij zagen de print. Ja. En ik zag iets in die print waar ik dacht, dat is toch heel bijzonder. En jij zag het even niet. En nu... Nee, nu zie ik het wel. Ja, diepte in. Er zit een soort... Er ontstaat namelijk door dit beeld... Ja. En door die tweede lijn, en hier zit ook nog een kleurverschil, enorm perspectief in, een enorme diepte in. En dat heb je heel goed uit het materiaal gehaald. Ik ken Hare Majesteit natuurlijk niet. Ja, van plaatjes, beeld en televisie. Maar wat ik nou zo leuk vind van haar, is dat het... volgens mij is het enige staatshoofd wat zo gepassioneerd bezig is met moderne kunst. Ja, ja, dat klopt. Absoluut. Dat is toch gewoon... Helemaal geweldig. Ja, dat zeker. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Ja. En daar ook gewoon lekker in een eigen atelier er eigen kleidingetjes doet. En daar zou ik ook graag een dag bij willen werken. Kan dat? Ja, en dat vind ik, dat is mijn rode ding. Dat is de passie, het geluk, het levensplezier, zou ik maar zeggen. Ja, en dit blijft natuurlijk toch de triestheid van de huidige situatie. En op een gegeven moment had ik alleen dit... Deze twee paarse vlakken en daar gebeurde helemaal niks in. En ik vond het zo saai. En toen dacht ik, hoedjes. Ja. Hoedjes. En toen heb ik mijn penseel in een pot zwarte verf gedoopt. Ik deed 1, 2, 3 in godsnaam. Boom. En dan staat er mooie verenhoed op. Zo is dat, ja. Zo gaat dat. Lastig. Ja. Laat ons even beraden. In we trekken ons even terug. Ja. Jullie mogen het zeggen. Nou, ik vind eigenlijk die twee schilderijen. Die twee schilderijen, ja. Van Jantje Beton niet. Die vind ik toch te dicht bij Jantje Beton. En die andere vind ik wel leuk eigenlijk, met die grote benen. Maar dat moeten jullie zeggen. Ik weet het ik gewoon voor niet. De twee schilderijen. Oké. Okay. En wie gaan er door? Jij gaat door. Jij gaat door. En jullie gaan ik uitleggen waarom het even niet doorgaat. Wat ik een beetje vind, ik vind het een beetje triest beeldje. He, er staat een soort, de koningin vind ik altijd juist zo statig. En ze staat hier een beetje gebogen, een beetje depressief beeldje. Misschien is dat door de laatste periode waar de koningin in zit. Maar ik vind hem niet genoeg uitstraling hebben om te zeggen, hij gaat door als beeldje. En jij bent te grappig. Dat vind ik jammer. Ja. Ik vond het juist zo. Nee, weet je waarom? Ja. Ik ben heel eerlijk, omdat...
geknoei met het stukje bloemetjes eraan. Mm-hmm. Ik denk, als je nou het beeldje zo had gelaten, ja, en niet nog iets had toegevoegd, mm-hmm, nog even dat bosje bloemen, wat ik helemaal niet herkende als bosje bloemen, hoor. Nee. Maar dan haal je de duidelijkheid van het beeldje weg. Beatrix in grote lijnen. Ja. Hoe is het naar binnen gegaan? Nou ja, het is naar binnen gegaan, maar het komt weer naar buiten. Ik ga weer naar huis met mijn Beatrix. Oh. Dus ik ben niet geselecteerd voor de tentoonstelling. En waarom niet? Wat zeiden ze ervan? Jan de Beaufry zei dat hij in eerste instantie erg onder de indruk was toen hij het op foto's zag. Maar nu hij het in werkelijkheid zag, vond hij mijn handschrift zo gezegd mooi, de lijnen. Maar hij vond het jammer dat ik het zo groen had gemaakt. Oh. En dat zag hij. Had hij hier nog niet gezien? Dat zag hij als twee verschillende technieken. Ja. Oké. Okay. Kijk, er moeten natuurlijk ook mensen afvallen, dat begrijp ik ook wel. Ja, maar daar bent u natuurlijk niet mee eens. Nou, het is wel een beetje jammer. Ja. Beetje jammer? Ja. Ja, iedereen komt hier met hoop en verwachting dat hij wordt uitgekozen, natuurlijk. Ja. Ik zal hem even voor jullie laten zien. Spiegelt, hè? Dit is ter inspiratie van Andy Warhol, het portret wat hij heeft gemaakt van koningin Beatrix. Maar we hebben het helemaal geabstraheerd en in een moderne tijd geplaatst waar ook ledlicht erin te verwerken. Maar vandaar die blokjes ook, want dat doet Andy Warhol natuurlijk ook. Die doet die blokjes over het beeld heen. Ja. Ja, met het kroon. En in haar gezicht hebben we, zie je een 1. Ja. Dus dat dan toch, het is nummer 1 van Nederland, koningin. Ja, ik vind haar ook heel herkenbaar. Vinden jullie ook niet? Ik moest wel even goed kijken, maar toen ik het zag, zag ik het ook. Ja. En dit is Mabel. Het hoofd heb ik weggeladen, maar dat ging mij om de actie van de troostende Hans. Aan haar houding zie je, ze heeft verdriet. Ja. Ze heeft aan haar eigen genoeg eigenlijk, maar toch... Ja. Troosten. De titel is ook troostend. Troosten mee, van we gaan door, we moeten door. Ja. Want er is een toekomst. U bent eigenlijk de eerste die op dat thema iets gemaakt heeft. Ja, klopt. Ja. 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 Dit raakte mij. Ik ben gelovig. En juist dat ze de kracht vindt om door te gaan. En, prachtig. Mooi beeld. Prachtig beeld. Ja. Prachtig verhaal. En u bent de eerste die dat thema vastlegt op kunst. De houding is mooi ook. Ja. Bedankt. Ja. Ja. Er zit heel veel emotie inderdaad in. Nou, ik heb ontzettend veel printen gemaakt van Beatrix. En ik heb bewust gekozen voor de amprofiel. Want een van mijn ideeën hierachter is dat ik haar zo haar privacy gun. En ik vind als je het gezicht dus echt vol, dan is het zo open, kom je zo dichtbij, zo intiem. En ik gun haar zo de privacy, dus vandaar dat ik de amprofiel heb gedaan. Ja, en waarom blauw? Waarom had je voor blauw en groen gekozen? Ja, ik heb blauw natuurlijk, is blauw bloed en dan kleur je blauw, maar dat vind ik minder belangrijk. Ik vind het belangrijk dat het 4 lagen is, maar toen ik aan Beatrix begon, toen heb ik me afgevraagd, wat waardeer ik nou zo in haar? En dat is dat ik haar zo, haar diplomatie waardeer ik enorm. Ik vind het zo knap hoe zij inspeelt op de verschillende lagen, in de verschillende culturen, als een staatsbezoek, hoe ze zich daarin verdiept en hoe ze dat, dat vind ik geweldig. Dus daarom dacht ik, het moet uit lagen bestaan. Even een vraag, hoe heb je het gemaakt? Het is overgevormd glas, gefused, dus ik... nadat ik de mal of het ontwerp had gemaakt, heb ik dus alles uitgesneden. Ja. En op elkaar gelegd, dan gaat het in de oven en dan smelt het allemaal vast. Ik las net in een heel bekend blad dat de koningin gek op blauw is. Nou, jij! Heb ik aangevoeld. Ja, ik heb expres voor een informeel beeld gekozen, omdat ik een beeld wilde wat je niet heel veel ziet in de media. Dus waardoor het toch weer een ander licht op haar werpt. Had je het al gemaakt voor de... Nee, ik heb echt na de oproep voelde me ik geroepen om het te gaan maken. Het is een aquareltechniek, alleen het is ander papier. Het is wat dikker en harder papier, waardoor het een beetje erop blijft liggen.
van al deze foto's die ik er heb neergehangen, ontstaat een algemeen sfeerbeeld. En dan vind ik haar gezicht het spannendst eigenlijk op die foto die je daar ziet, waar ze met haar kind zit. Omdat ze daar ook een beetje naar beneden kijkt. En het is een blik, je kunt er eigenlijk op, van alles op projecteren op die foto. Want er zit een soort bescheidenheid in. Ook wel een soort spontaniteit. En het is door die lichtval vind ik het ook een beetje mysterieus wel. Ja, verder vind ik haar als vrouw, als persoonlijkheid ook heel mooi. Ik vind haar heel betrokken. Dat zie je eigenlijk ook wel bijvoorbeeld op deze foto. Hoe zij altijd met mensen praat en hoe ze met kinderen omgaat, met mensen omgaat. Leg je er ook nog iets van jezelf in? Ik denk dat ieder portret dat je schildert sowieso een soort van zelfportret is. Dus dat je er toch iets van jezelf op projecteert. En in dit geval vind ik het eigenlijk bijna een foto van mijn moeder. De oude jeugdfoto's, daar zie ik bijna mijn moeder in terug. Dus dit beeld is daardoor een soort dubbel moederportret bijna. Mooi. Dus in die zin is het heel persoonlijk geworden. Het beste portret is altijd het portret van iemand die echt met zorg en met liefde naar onze koningin heeft gekeken. En dat hoorde je ook in de verhalen, dat er zo ongelooflijk veel waardering voor haar in is. En dat vind ik het bijzondere van deze hele actie. Er is, als ik de koningin was, was ik heel blij wat hier gebeurd is. Nou echt. En komt hier een gelukkige vrouw naar buiten. Ja, leuk hè? Ja? Ja, hij mag mee met de tentoonstelling. Fantastisch, gefeliciteerd. Super. Ja, dankjewel. Je mag naar binnen. Ja, dankjewel. Nou, dit is waarvoor. Dankjewel. Ja? Op hoop van zegen, zou ik nog maar zeggen. Ik hou van vrouwen met hoed. En Beatrice is daar een zeer sprekend voorbeeld van. Dat is een ongelooflijke inspiratie voor beelden te maken, bronzen beelden met hoeden. Zo bijzonder aan vrouwen met een hoed? Ja, ze worden 20 centimeter groter en ze zijn 10% mooier. Is het zwaar? Ja, toch ja? Wel. Toch wel? Wie heeft het gemaakt? Ik ben de maker. Oké, kijk eens aan. Goeiedag, goedemorgen. Goedemorgen. Dat plastic heen? Ja, we kunnen al behoorlijk wat ervan zien. Beatrix in 1062 blokjes. Is hij een beetje nerveus? Nee, helemaal niet. Totaal niet? Hij is nooit nerveus. Nee. Hij is nooit nerveus? Nee. Zie je misschien niet. Het telt er wel iets. Tuurlijk. Nou, iets. Gezonde spanning. Je hebt zo'n prachtige techniek. Dank. Het is... En zeker als je het in het echt ziet, want je ziet hier inderdaad dat de kroon of de tiara is heel erg mooi. Het is echt gewoon, hij springt er gewoon uit, net als haar oorbel. Ja, hoe heb je dat gedaan? Dat is een techniek, de verf ligt daar dikker erop. Die is veel pasteuzer. Dat zie je inderdaad aan de zijkant, zie je ook dat hij erop ligt. Ja, ik zie het hier vandaan heel duidelijk, ja. Drie dimensies. Ja, en dat diadeem en die oorbel, die gaan zo een beetje fonkelen. Dat effect bereik je met die techniek. En wanneer heb je het geschilderd? Afgelopen maand. Ja, dus de verf is net speciaal. Maar speciaal voor de wedstrijd, voor de expositie. Het gezicht is wat fijner geschilderd. En dit is dan, daar moet niet de aandacht naar gaan. Dus, de techniek van Rembrandt, hè? Ja, inderdaad. Ja. En ook dat pasteuze. Het is een verblikt of verbloosd niet. Nee, maar die gebruikte dat ook. Heel mooi. Geweldig. Het is echt Rembrandt licht. Heel mooi. Dit schilderij is dus geschilderd in 2011 in februari, maart is mijn vader eraan begonnen. En hij was bijna klaar. En hij overleed. Ach. En hij heeft het ook niet meer dus kunnen signeren? Nee, 23 maart is mijn vader overleden. En toen heeft hij eigenlijk in die dag heeft hij er nog aan gewerkt. Want hij was bezig nog met het blauw. Ja. Iets kleine dingetjes, dat had hij zelf nog zeker niet zo gelaten. Maar hij heeft er overdag nog aan gewerkt. En hij kon zijn handtekening er niet meer aan zetten. En jullie vader was beroepsschilder? Nee. Hij was, hij was vormgever, grafisch vormgever van beroep. Maar na zijn pensionering, hij heeft altijd geschilderd hoor. Maar hij is pas later gaan ontwikkelen tot zijn eigen stijl en zijn eigen grafische vormgever. Want het is echt een meesterwerk, hè? Dankjewel. Qua kleur, qua uitstraling. Heel mooi. Het is ook niet tuttig, weet je. Het is gewoon, het is echt van nu. Ja. Terwijl het een heel klassiek geschilderd is. Ja. En hoe oud is je vader geworden? 73. 73, jong. Nou, volop
creatieven in het leven. Maar ja, wees blij dat hij iets prachtigs nagemaakt. Absoluut, daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Ja. Nou, het doet ook best wel wat. Nou, wat fijn dat u het ingezonden heeft ook. Ja, ja, en ook heel dankbaar voor de politie in Driebergen dat wij dit weer mogen lenen. Want die hebben, daar hangt het. Daar hangt ja, ja. Het. Ja, ja, ja. Dus ja. Het is onder goede bewaking. Het is onder goede bewaking. Ja. Ja. Nou, geniet ervan dat u zoiets moois hebt gedaan. Dank u wel. Iets heel anders. Jij bent? Ik ben Diederik Kraaienveld en ik ben sinds 5 jaar fulltime kunstenaar. Wat deed je daarvoor? Ik was verslaggever bij RTL. Ja? Ah. Ja. Dit is waar ik mijn basismateriaal heb, gekleurde hout. Hier de lange planken. Wit hier en hier zo in deze vakken. Door pellets gebaakte vakken ligt mijn hout op kleur. En zoals een schilder zijn palet samenstelt met alle kleuren verf. Zo stel ik mijn palet samen met al mijn plankjes. Ik werk met sloophout, dat ik overal vind in oude panden, op de sloop. Het moet de originele kleur hebben in de zin van dat het geschilderd is. Maar je doet niks met het hout verder? Nee, zoals ik het hout vind, zo gebruik ik het. En ik ben natuurlijk op zoek naar bijzondere kleuren, opvallende kleuren. Deze Maxima is voor een heel klein deel, ik zal even aanwijzen, daar bij haar daspel, dat een beetje grijzige stukje. Dat is een stukje, dat komt uit Buenos Aires, uit Argentinië. Wat doet ze hier? Ja, ze is bij een sportwedstrijd op de Olympische Spelen, 1974, Tokio, een hockeywedstrijd. En het is duidelijk, ze moedigt iemand aan. Dan kan ter illustratie het basismateriaal, of tenminste de foto, wel even laten zien. Dit is de foto die de basis vormde voor het werk. Nou, ik vond haar heel dynamisch, heel jong en heel erg 60's. Vooral door die zonnebril natuurlijk. Ik probeer altijd iets van uit het leven van iemand te gebruiken in een portret. Nou, ik had geen hout uit het leven van de koningin zelf, maar dit is een plankje uit een kaasfabriek. Je ziet hier, ja, die kazen worden omgedraaid en dat laat dan een afdruk achter. Ja, dit is natuurlijk niet de hele plank, maar hier hebben kazen opgelegen. Ja, Hollandser dan een kaasplank. Als je er heel dichtbij zat, is het heel gedetailleerd. Maar de achterkant, die bril en dat haar, zijn eigenlijk 3 lijnen. Ja. Maar een portret, zoals dit te maken met die verdiepingen erin, met die 3 dimensie erin. Ik vind het werkelijk fantastisch, indrukwekkend. Ja, dank u wel. En hier, wat is het geworden? Ik ben door. Dus ik ben helemaal blij. Helemaal verrast. Vereerd bijna. Ja. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. Dus ik ga heel gelukkig lekker naar huis. En? Ik zal het er even laten draaien. Want dan kan ze goed kijken. Oké. Waar gaat hij eigenlijk naartoe? Wij gaan naar de tentoonstellingruimte. Daar zetten we hem alvast neer en dan kunnen ze volgende week de boel klaarzetten op de plek. Of van het, dat doen ze morgen al, hè? Ja, en dan de komende week worden alle werken opgehangen. Definitief geïnstalleerd. Doe je wel een beetje voorzichtig op de trap? We doen het toch, hè? Oh, hier staat de rest ook. Ja. Kunnen we deze plaatsen daar... Er stond iets op wat te veel was. Ja, Jan, Jan was van mening dat ik het te leuk had gemaakt door het toevoegen van het vogeltje. En dat vond hij niet. Het moest alleen het portret van Beatrix zijn en er mocht er geen toevoeging erbij zitten. Jij hebt dat mooie vogeltje erbij geschilderd en dat vond ik juist niet nodig. Alleen de koningin. Het is geprobeerd om het daar nog mooier door te maken, nog bijzonderder voor te maken. Begrijp je wat ik zeg? Ja, nee. Dus het ligt niet aan de kwaliteit van je werk, maar... Het vogeltje even uitgubben dan. Ja. Is een optie. Maar het werk is mooi. Dus dat je niet denkt, het is een slecht werk. Helemaal niet. Nee. Maar ik vind net die toevoeging, dat maakt het te makkelijk. Ik heb de indruk dat Jan een beetje streng is. Want andere mensen die terugkomen en die niet in de tentoonstelling komen, die hebben het allemaal over Jan. Ja, ja, hij is toch de voorzitter blijkbaar van de jury en heeft het laatste woord. Ik heb geprobeerd aan iedereen duidelijk te maken waarom niet. Bijvoorbeeld, er was 1 meneer die had 2 schilderijen gemaakt.
Dat vond ik al jammer. Waarom? Maar totaal verschillend. Eén een soort Roy Lichtenstein en een ander een beetje klassiek aquarelletje. Nou, dat vind ik niet kunnen. Wat is je keus? Vroeg ik nog een keer. Ja, ik vind ze allebei leuk. Dus het gaat erom dat je als kunstenaar echt je eigen stijl en je eigen passie laat zien. En dat heb ik steeds als thema gebruikt. Denk nou de volgende keer aan dat. Laat dat nou eens weg. Dan wordt het veel. Was een mevrouw met een groen schilderij. En daar had ze strepen van het portret van de koningin ingezet. Ja, die hebben we gezien, ja. En die strepen waren fantastisch. Maar dat geknoei met dat groen was net dat het prachtige van het schilderij weg was. Ja, ze zei, Jan vond het te groen, zei ze toen ze buiten kwam. Ja, nee, maar nee, dat zei ze ook. Mijn eerste streep was goed. Dat is voor iedere kunstenaar. Wanneer hou je op? Ja. Wanneer is hij goed en wanneer hou je op? Ja. Dat is het allermoeilijkste. Maar jullie moeten toch al een idee hebben wat het gouden haakje, wie het gouden haakje krijgt? Absoluut niet. Ja. Oh, nou, ik wel. Ja, ik ook wel. Ja, de dames roepen ja. Ik ben dus afhankelijk van de dames, hoor. Jan mag het woord doen straks. Hebben wel een vermoeden. Want ik geloof wel dat we merken wel aan elkaar op zo'n dag van jureren. Ja. Een beetje van waar het misschien naartoe gaat. Weet je wat het mooie was? Hè? Dat viel ons allemaal op. Je zat bij de eerste selectie, de eerste die we zagen van de dingen. En dat het zo duidelijk de koningin was met de dingen, dus complimenten ervoor. Dank u wel. Goed gedaan. Ja. Ik heb gekozen, en dat komt een beetje vanuit mijn achtergrond, voor redelijk cubistische vormgeving. De hoed, het haar, het gezicht was ook cubistisch, maar bij het polijsten zijn die harde lijnen wat vervaagd. En ik heb het gezicht ook in de was gezet. Heel mooi. Wat wij bijzonder vonden was dat het de gelijkenis van Hare Majesteit, maar ook de abstractie die u heeft toegevoegd. De twee dingen, dus ook van nu en ook de duidelijkheid van het gezicht. Goed gedaan. Ja, dit is een jonge koningin. Ja, klopt. Beeld uit 1980 ongeveer, net na de inhuldiging. Nee, ik denk zelfs uit de jaren 60. Ja. Oh. Een hele jonge koningin, echt. Ja, dat ze nog geen koningin was. Oké. Dat ze nog geen koningin was? Ja. Ja, maar dan moet ze een portret van de koningin hebben. Maar waar heeft u zich op gebaseerd? Op een foto die ik op internet gevonden heb. Ja. Een vriendin had dat gezien, had me over dit verteld en gezegd, nou, je moet je opgeven. En toen denk ik van ja, maar alleen de koningin. Dat is te makkelijk. En toen heb ik gedacht, daar moet ik wat meer mee doen. En toen bedacht ik me van, hoe kan zij decennia lang de koningin zijn die ze is geweest? En denk, het antwoord is dan dit. Dat kan alleen maar met iemand naast haar. En daarom dat ik ook het silhouet van Klaus... Oh, goed, dat had ik ook nog niet eens gezien. Ja. Erin heb verwerkt. Het zit dus niet op dat printje. Nee. Ja. Och, mooi. Ik heb het gemaakt van acrylverf op linnen. Ja. En ik heb de afbeelding van Beatrix verdeeld in 1062 blokjes. En vooraf heb ik de 50 kleuren bepaald. 50 kleuren die dicht bij elkaar liggen. Bijna 3 maanden aangewerkt. Maar u heeft het afgeplakt waarschijnlijk. Niet afgeplakt. Hoe heeft u dit gedaan? Hoe heeft u die bolling erin gekregen van die vierkantjes? Dat kan ik niet zeggen. Dus dat zegt niks. Dat is geheim van de smid. Ja. Okay. Ja. Dat is geheim van de smid. Heel erg mooi. Zij inspireert mij altijd met haar hoeden. Ik maak altijd bronsbeelden met hoeden. En zij is mijn nummer 1 van, helemaal van dat boven. Deed u toch al, die beelden met hoeden? Dat deed ik al. En, want dit had ik al gemaakt op de foto van de koningin. En dus ik probeer in mijn beelden zo weinig mogelijk lijnen erin te steken, maar het toch nog exact weer te geven wat het is. Ja. Je kunt er niks afdoen. En als je erbij doet, is het te veel. Mag ik meneer wat vragen? Ja, natuurlijk. Heeft u die muntjes nog speciaal op kleur gebracht? Of heeft u ze zo in de portemonnee aangetroffen, zullen we maar zeggen? Ja? Nee, ik heb ze zo in de portemonnee aangetroffen. Okay, er is niks mee gebeurd. Het zijn echt originele kleuren. Af, Wel schoongemaakt. Ook niet. Nee, die aan de zijkant die zijn nooit in roulatie geweest. Dus die zijn helemaal nieuw van de rol. En die hier donker, die zijn heel lang in roulatie geweest. Dus die zijn heel donker geworden daardoor ook. Ja. Waarom, hè, dat vraag ik straks ook misschien aan jullie, waarom hebben jullie dan de koningin als inspiratie om daar een kunstwerk van te maken? Dat hoor ik bij niemand nog eigenlijk.
Nou, het begon bij mij eigenlijk bij de muntjes. Daar stond ze natuurlijk ook op. En ik dacht, ik vind het mooi om een portret van de koningin ervan te maken. Maar het was ook wel zo dat ik dacht, het is waarschijnlijk vrij lastig om te zien wat het wordt. En de koningin heeft in ieder geval een heel erg herkenbaar hoofd. Dus die herken je wel terug dan. Heel goed. Ja, er zijn ook allemaal andere mensen op de muntjes. Hè? Klopt. Ik zie hier de Belgische koning. Ja. Dames en heren van de jury. Ja, het was een moeilijke dag, hoor. Ja, het zit erop voor jullie. Lange dag. Nou, zeg. Beetje na Keuvelen, waar gaat het dan zoal over? Ja, even evalueren of we het goed gedaan hebben. En? Nou, ik geloof toch dat we het wel goed gedaan hebben. Veel verschillende technieken, verschillende objecten, goede kwaliteit. Nee, als ik zo terugkijk, denk ik dat we een mooi beeld hebben. Ja. Ja, ik denk het ook. Maar het was ook wel weer moeilijk, want eigenlijk was alles wat we gezien hebben, was al door ons voorgeselecteerd. Dus wij vonden het al goed. Nou, wat het probleem was, wij hebben het niet goed gedaan, maar zij hebben het goed gedaan. Ja. Er is zo ongelooflijk fantastisch werk ingestuurd. Ja. En we hadden natuurlijk de keus van 80 vandaag, uit de 2.500. En dat was toch wel, ondanks dat we het op plaatjes hebben gezien, een goede keus geweest. Ja. En hoe de uitleg was en de inspiratie en de ideeën. Maar we krijgen nu direct nog een veel groter probleem. Wie gaat er winnen? Ja. Zijn jullie uitgeput? Ja, ik ben doodmoe, zeg het eerlijk. Valt wel mee. Nou, ik wil nog een rondje doen. Kleine hartversterking en dan gaan we weer door, toch? Zullen we de kunst hier eens even beoordelen? Dat was 10 dagen geleden. Uit 2100 kunstwerken heeft de jury uiteindelijk een selectie gemaakt. Dat was niet eenvoudig, maar de tentoonstelling is nu ingericht. Ja, dit is goed. Dit is prima. Maar nu? Nog een klein stukje. Zo, denk ik. Ja, ik vind echt dat jullie toch een beetje die ruimte nodig hebben. Dat is hem. Ja, dat is goed. Weet je wat het zwart is? Dat is zo belastend. Dat zwart, dat licht, vond ik dat echt heel erg. Ja, ik vond het ook wel mooi. Maar ik vind dit als ingang daar, zeg maar, als dat in de ingang, vind ik dat, ja. We zijn het er ook allemaal over eens dat die alleen moet blijven. Dit is de plek waar het gouden haakje wordt bevestigd en daar komt het meest indrukwekkende werk op te hangen. Geachte heer Van Acht, beste kunstenaars, dames en heren. Heel, heel hartelijk welkom op de opening van de bijzondere tentoonstelling Beeld van Beatrix. Mijn naam is Michel van Maarseveen en ik mag directeur zijn van dit hele mooie museum. Ik moet zeggen dat ik ontzettend blij ben met de tentoonstelling. Het is wat ik wel noem een witte raaf die langs is gevlogen en die hebben weten te vangen. Wat bijzonder is dat de tentoonstelling sinds maandagavond 7 uur natuurlijk in een heel ander daglicht is komen te staan. En ons is heel vaak gevraagd of wij wisten dat de koningin zou aftreden. Nou, ik kan u verzekeren, dat was niet het geval. Het is een bijzondere samenloop van omstandigheden en meer geluk dan wijsheid, zou ik bijna zeggen. Ik geef nu heel graag het woord aan Dries Van Acht, oud-minister-president die onze vorstin van heel nabij heeft meegemaakt. Meneer Van Acht. Veel geliefden. Vandaag opent Museum Paleis het Loo zijn deuren voor een wel heel bijzondere tentoonstelling. Immers, morgen zal koningin Beatrix Deo Volente, zo ben ik opgevoed, haar 75ste verjaardag vieren. Een zilveren jubileum in drievoud. In de avond van eergisteren, dus bijna op de drempel van die viering, heeft zij de natie aangekondigd binnenkort te zullen terugtreden uit haar hoge ambt.
En zo is er eensklaps reden in het kwadraat ontstaan om afbeeldingen van onze majesteit aan te brengen, bij voorkeur in de heilige hallen van dit museum. Op de invitatie om bijdragen te vervaardigen voor deze expositie hebben velen geantwoord. In mijn spreekbrief staan bijna 1000. Ik hoor 5 minuten geleden van de voorzitter van de jury bijna 2000. 2200. Ja. In een WIP ben ik verworden tot veilingmeester. Deze tentoonstelling, dat is natuurlijk de essentie ervan, presenteert een veelheid van visies op de geportretteerde koningin. En dat in een variëteit van stijlen. Beatrix verschijnt hier, zoals ook ik haar heb leren kennen, voornaam en spontaan. Waardig en aardig. Energiek, artistiek. Hier wordt duidelijk hoezeer haar persoonlijkheid ook tot kunstcreaties inspireert. En duidelijk ook hoeveel grafisch en beeldend talent ligt opgetast in het volk van Nederland. Vrienden, deze expositie gaat thans open. Ik ben ver over de 3 tot zelfs 5 minuten. Maar het was toch fijn om u te mogen vertellen. En het is nog fijner en een grote eer om deze bijzondere expositie te mogen openen. Het was geweldig hoe wij met z'n drieën daar echt heel serieus doorheen zijn gegaan. Ook verschillende uitgangspunten van hoe bekijk je kunst. Jij was met name geboeid altijd door de portretten. Jij was heel erg geboeid door technieken. En ik keek eigenlijk uit de ogen van de koningin zelf. Kijk, kunst is voor mij de vertaling van de tijd. Als we door alle eeuwen heen kijken, de Gouden Eeuw hier. Kunst heeft altijd, ook in landen die economisch goed gaat, is er altijd een explosie van kunst. En eigenlijk, dat is nu weer gebeurd. Een explosie van kunst. Sommigen hebben het benaderd met materialen. Sommigen hebben het benaderd met licht. Maar het allerbelangrijkste is dat we een geweldig, unaniem, mooi stuk hebben. En dat Benedictus Bunning, misschien wil jij even hier naartoe komen, want ik wil jou wat overhouden. Het gouden haakje. Daar ging het om. Het is een glasobject uit verschillende lagen. Een transparant ondervon en daarboven dus de blauwe vormen die in verschillende. Een prachtig portret en we gaan samen dit haakje ophangen. Leuk. En wat ook nog belangrijk is om te melden, we gaan het portret wel aan de koningin aanbieden. We hopen dat ze het accepteert, want dat is natuurlijk altijd nog de vraag. Maar ik ben ervan overtuigd voor de mensen die hier gaan kijken naar deze tentoonstelling, het blijft ongeveer 2-3 maanden... dat het weer een verrijking is voor de kunst van Nederland. Dank u wel. Neem maar mee direct, hè. Ja, beste Jan, dank je wel voor de toelichting en van harte gefeliciteerd met de prachtige prijs, het Gouden Haakje. Wat leuk is om te melden, is dat er ook nog 3 andere eervolle vermeldingen zijn.
Door de jury ook gedaan. Dat is een portret van Diederik Kraaiveld. Hij heeft... Hij heeft met het portret de Sixties Queen een heel mooi beeld gegeven van de koningin in sloophout, moet ik zeggen. Het andere eervolle vermelding in de categorie, zeg maar, vernieuwend, is het werk van Patrice en Jean-Marc. En dat is een hele mooie, ik zou bijna zeggen, lichtinstallatie met ledlicht, waarbij elke keer het licht verandert. Heel bijzonder. Gefeliciteerd. En de derde eervolle vermelding in de categorie gewoon portret is eigenlijk het werk van Jan Scholt. Een heel mooi, krachtig portret wat de lichte en de donkere kant van de koningin laat zien. Gefeliciteerd van mij. Ja, hartstikke mooi ziet het allemaal uit. Nou. Kijk, en dan hangt hier een haakje. Een heel klein gouden haakje. En dan mogen jullie samen de prijs ophalen. Wordt mijn examen ophalen. Nou, dat is leuk. Ja, dat is leuk, hè? Ik ben boven. Ja. Ja, het gaat lukken. Ja. Nou. Ja. Heel mooi. Ik wil nog even langs de ereprijzen gaan. Jan, mag ik even vragen? Ja. Meneer Van Acht, Herman van der Zand. Ja. Wat vindt u ervan? Ik ben woordeloos, zoals u me merkt. Ja. Ja. Ik vind het indrukwekkend. Herkenbaar, zeker. Ik zie erin de essentie van de persoonlijkheid die u hebt willen uitbeelden. Daar bent u grandioos geslaagd. Ik buig voor de majesteit. En voor de kunstenaars. Mooi. Dank u wel. Als u wilt weten welke onmogelijke taak de jury eigenlijk had, gaat u dan naar onze Koningshuis-site op nos.nl. Want daar staan de ruim 2000 werken die de tentoonstelling niet hebben gehaald en die in bijna alle gevallen enorm de moeite waard zijn om te bekijken. Hier op Paleis het Loo, daar hangen de gelukkigen. Uw beeld van Beatrix. Eigenlijk uw cadeautje aan de jarige en aftredende koningin. Vanaf morgen kunt u alles hier zelf gaan bekijken. De tentoonstelling duurt nog tot half mei. Gek idee, dan is Beatrix weer prinses en hebben we een koning. Fijne avond.